We staan hier op ons demoveld, want we willen even met de Mantis Q gaan vliegen om te kijken hoe die zich gedraagt. Het waait goed vandaag, dus het zal wel een beetje moeilijk worden voor hem om erin te vliegen. Maar desondanks willen we het natuurlijk gaan proberen. We hebben de Mantis Q hier met de accu'tje erin, opgeladen, kompas gecalibreerd. En we hebben de afstandsbediening met een iPhone erin. We vliegen hem dus met de afstandsbediening en niet rechtstreeks met de telefoon, omdat we ook even willen kijken natuurlijk een beetje wat het bereik is en dingen. Ja, kompas is gecalibreerd, gaat via de app, dus vertelt je hoe je die rondjes moet draaien en doen. En veel meer dan dat, behalve wachten op GPS, hoef je eigenlijk niet te doen. Dus nou ja, laten we hem op de grond zetten en kijken wat hij gaat doen. En dan gaan we hem starten. Nou, starten doen we eigenlijk op de manier zoals we gewend zijn. Sticks in de hoek, motoren beginnen te draaien en dan gewoon gas omhoog. Nou, dat stijgt eigenlijk best wel netjes op. Je ziet dat hij een beetje moeite heeft met de wind. Maar goed, het is natuurlijk ook een licht toestelletje. Dus dat is ergens ook wel logisch. En dan gaan we eens eventjes een rondje vliegen. Nou, reageert goed. Blijft netjes stil hangen als je een rondje ermee draait. Nou, de Mantis Q is dus eigenlijk een beetje een tussenvormpje tussen de Mavic en de Spark. Zowel qua prijs als qua formaat. Want qua formaat lijkt hij een beetje op de Mavic. En ook qua opvouwbaarheid. Maar qua prijs is het veel meer een Spark eigenlijk. Dat gaat eigenlijk wel verbazingwekkend goed met dit weer. En dan zit er ook nog een sportmodus op. Het toestel vliegt, nou zullen we dat nu niet halen met deze wind, maar maximaal een half uur. Dus dat is een lange vliegtijd voor een toestel in deze klasse. En je hebt een gewone vliegmodus en een sportvliegmodus. Nou, als ik dan eventjes die twee ga vergelijken. Dit is de gewone vliegmodus. Gaan we even daarmee langs vliegen. Zo. Dit is de gewone vliegmodus. Ik doe het langs de wind, zodat je geen invloed hebt van de wind op de snelheid. En dan doen we hem vervolgens in sportmodus zetten. In de sportmodus is dit het resultaat. Je ziet dat hij een stuk heftiger reageert eigenlijk. Een stuk sneller ook vliegt. En dat hij daar echt wel heel erg goed mee, mee stuurt, mee corrigeert. En ook gewoon echt een goede leuke snelheid haalt. Ja, qua camera kwaliteit, dat is natuurlijk wel iets meer een dingetje in deze prijsklasse. Dat zien we ook bij andere toestelletjes wel. Veel dingen in deze prijsklasse zijn ze toch gestabiliseerd op basis van het beeld. Dus geen fysieke gimbal op alle assen, maar beeldstabilisatie. En ik moet zeggen, als je zo kijkt, want het toestel gaat best wel heen en weer in deze wind, dan ziet dat er eigenlijk best wel heel netjes uit. Natuurlijk met hele zware wind en schudden heeft hij het lastig. Maar in basis gaat dat eigenlijk best wel goed. En in sportmodus zie je ook dat hij dus de camera meekantelt een beetje als een FPV-camera. In de gewone stand zie je dat hij veel meer zijn best doet om de camera gewoon netjes recht te houden. Nou, wat ook in de Mantis zit ten opzichte van andere toestellen is dat hij een tracking-modus heeft. Dus dat je hem een persoon of object kunt laten selecteren. Een beetje zoals de Active Track van DJI. En dat hij dat object dan vervolgens kan volgen. Nou, je ziet als het goed is ook de app in beeld. Dan druk je links op die vier vierkantjes. Dan komt er een menuutje met Journey, Point of Interest. Zijn twee automatische standjes. Of Visual Follow. Nou, die laatste gaan we doen. Dan zeggen we Follow Me. Want ik wil dat hij me echt gaat volgen. En dan druk ik op Akkoord. Nou, hij heeft waarschijnlijk vanwege de wind daar niet genoeg voor. Even kijken of dat lukt. Ja. Daar was hij eventjes. Ik denk dat hij verwant met de wind daar nu te veel vermogen voor nodig heeft. Dat hij dat niet slikt. We hebben het net eventjes getest. En het werkt eigenlijk vrij aardig. Je selecteert een groen vierkantje om de persoon heen. Kijken of die Watch Me misschien wel doet. Nee, hij geeft aan dat het wind te hoog is om dat nu te doen. Maar het werkt eigenlijk heel erg goed. Je selecteert je persoon zoals die hier nu staat met een groen vierkantje. En vervolgens druk je rechtsonder op het groene pijltje. En dan begint hij zelf achter je aan te vliegen en je te volgen. En dan vliegt hij dus en mee en draait hij de camera bij om jou in beeld te houden. Nou, verder hebben we natuurlijk de knopjes om een foto en een video te maken. Dus dat zit er allemaal op. En vliegtijd valt me ook alleszins mee. Want hij heeft toch wel zwaar te verduren in deze wind. Maar we hadden al even een testvluchtje gedaan voordat we de video begonnen. En zijn nu natuurlijk al even aan het vliegen. En we hebben nog ruim 53% over. Dus dat gaat ook eigenlijk goed. Nou, je ziet ook dat hij keurig netjes eigenlijk blijft hangen. Ook in deze toch wel stevige wind. Zie je dat hij heel netjes eigenlijk stil blijft hangen. En dat hij eigenlijk wel heel erg goed corrigeert en stil hangt wat dat betreft. Ook als je laag bij de grond gaat, blijft hij eigenlijk verbazingwekkend goed hangen met deze wind.
Nou ja, laten we nog één rondje vliegen. Met de sportmodus aan. Nog een keertje kijken of die misschien nu net volumie accepteert. Nee, daar waait het helaas toch echt hard voor. Dus we gaan nog één rondje sportmodus doen. En dan gaan we het toestel naar beneden halen. Nou, je merkt ook dat de sportmodus de... Ja, dus om zijn as draaien veel snappier reageert. Dat is echt heel erg snel. Ja, en als je dan gaat vliegen, dan wil die er aardig vandoor. En zeker omdat we natuurlijk nu tegen de wind ingaan. Als we met de wind mee terugkomen, dan heeft hij daar echt wel heel erg goed de sokken in. En gaat dat ding toch echt wel heel erg hard in sportmodus. En daarmee is het wel echt een heel erg leuk toestelletje om te vliegen. Hij is klein, hij is licht. En dat heeft natuurlijk wat gevolgen voor de manier waarop hij schudt. En een stukje voor de kwaliteit van de camera die erin kan. Maar zeker in de prijsklasse dat hij zit, is het echt gewoon een heel erg leuk toestel om mee te vliegen. Reageert hij heel snappy. Kun je er echt een beetje gaaf mee stunten eigenlijk. En vliegt hij echt heel erg goed. Ik ga hem even naar beneden halen. Zet de sportmodus weer uit en dan kun je hem eigenlijk heel erg rustig landen. Ook met deze wind, hij daalt gewoon heel netjes rustig naar beneden. Totdat hij op de grond staat. En dan zet hij netjes zijn motor uit. Nou, dit was eigenlijk even de flight test van de Mantis Q. Weliswaar in zware weersomstandigheden, maar hij houdt zich echt heel erg goed. Heel erg leuk toestelletje. Prijsklasse zit rond de 500-600 euro. Je hebt voor 500 euro het complete setje. En voor 600 euro een setje met nog extra accu's en een tasje en dingen erbij. En het is echt een heel erg leuk toestelletje. Prima kwaliteit cameraatje. Ga je voor goede foto's en video, dan is dit toestel niet voor jou. Maar wil je gewoon een leuke drone met camera om mee te vliegen, dan is dit echt een leuk toestel met onder andere een lange vliegtijd, tracking en natuurlijk die sportmodus met 72 km per uur. Mocht je hier meer over weten of wil je toevallig een Mantis Q bestellen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.